De meteorologische zomer is nog maar net begonnen. En de mussen vallen alweer dood van het dak. We liggen met z'n allen te zweten in bed. En wij vragen ons af, waar in Arnhem kun je nog een beetje naartoe om wat verkoeling te vinden? Peet, waar zijn we hier? We zijn hier op de Stadsblokkenwerf in Arnhem, aan de overkant van de stad. De zomer gaat beginnen, we zijn aan het kijken wat kunnen we doen. We kunnen hier van alles doen, is het niet? Nou, in ieder geval kunnen we op donderdag en vrijdag onze technische mensen aan het werk zien. Met werken aan de schepen, de scheepshelling. We zijn bezig met de bouw van een kraan van 25 meter hoog die we 2 weken geleden uit Anger hebben gehaald. In het seizoen, de woensdag tot en met de zondag, zijn wij hier in het horecapaviljoen van 12 tot 6. En dan kan men hier heerlijk lunchen of koffie, een borreltje drinken. Op het terras met uitzicht op de Rijn en het hele mooie stuk natuur eromheen. En natuurlijk vaart ons pontje iedere woensdag tot en met zondag van 12 tot 6. Dus kan men heel makkelijk vanuit de stad deze kant op of vanuit hier de stad lekker in. Hey, en kunnen we zwemmen in de Rijn? Ja, zeker kan dat. Want hier voor ons, beneden bij het terras, is een heel lang vlak stuk. En dan pas duikt het naar beneden en stroomt het wat sneller. Dus dit eerste stuk is een heel veilig stuk. Mevrouw Hering, het is zomer in Arnhem. Hoe is dat voor u? Nou, warm, maar er wordt hier goed voor ons gezorgd. Dan komen ze langs met een bouillonnetje en dan met iets fris. Straks kwamen ze langs met een meloen. En hoe was dat toen u nog thuis woonde? Heel heet. Veel heeter dan hier, hoor. Het gaat een plat dak. En wat deed u dan? Ja, dan kon je weinig anders, hè. Dan kon je niks aan doen uiteindelijk. Dus wat deed u dan? Nou ja, een beetje verkoeling zoeken. En waar deed u dat? In de tuin. Wat zou u mensen aanraden, ouderen aanraden die echt veel last hebben van de warmte? Nou, goed drinken. Goed drinken. De zomer is nog maar net begonnen in Arnhem en het is meteen al 37 graden. En u werkt hier in de 3 gasthuizen. Wat doet u voor de ouderen die het zwaar hebben dan? Nou, als vrijwilliger zorgen wij dat in ieder geval de mensen goed voorzien worden van vocht. En dat doen we door middel van fruit geven, maar ook bouillon geven. We letten erop dat de buitendeuren gesloten blijven. We letten erop dat de ramen dicht blijven, de gordijnen dicht. Extra controle door de medewerkers. De medewerkers krijgen een aantal dagen voordat het hitteprotocol van kracht gaat, krijgen zij een seintje. En dan komt iedereen komt uit de veren en die beginnen allemaal. Ook uiteraard in een rustig tempo, want anders krijgen we daar eventueel weer problemen mee. Maar die weten precies wat ze allemaal moeten doen om het zo aangenaam mogelijk voor de bewoners te maken.